jaar 2021, dan is zowel in het kader van de vennootschapsbelasting als de PW is dus eigenlijk alles gelijk getrokken en zal dus nu de aftrekbeperking van die autokosten zowel voor de brandstof of voor de alle andere kosten berekend worden op basis van een bepaalde formule. En u heeft die formule daar, dat is die 120 min 0,5 maal brandstofcoëfficiënt maal de CO2-uitstoot in gram per kilometer. Ja. Opgelet, die formule, de uitkomst, zal altijd minimum 50% zijn. Dus als uw uitkomst van die formule lager is, laat ons nu zeggen 46,5, dan zal dat automatisch altijd 50% worden. Anderzijds zien we ook dat het een absoluut maximum is van 100%. Ja. Uitzondering, als u een wagen heeft waar dat de CO2-uitstoot meer gelijk eigenlijk is als gelijk of meer dan 200 gram per kilometer, dus dat is toch al een vrij, laten we zeggen, vervuilende wagen, ja, dan is automatisch de aftrekpercentage 40%. Ja? Dus dat is de regel. Nu, daar ook weer is er een overgangsmaatregel. Namelijk personenwagens ook weer aangeschaft voor 2018. Ja. Is er ook weer nog altijd die 75 minimum aftrek blijft van toepassing. Dus we gaan enerzijds gaan kijken, we gaan de aftrek gaan bepalen en berekenen op basis van onze formule. Maar is die formule minder gunstig dan de 75%, dan mag u altijd opteren voor die 75 voor personenwagens aangeschaft, gekocht, geleased of besteld voor 1-1-2018. Ja. Opgelet, die overgangsmaatregel geldt niet voor wagens met een CO2-uitstoot gelijk of groter van 200 gram per kilometer. Ja. Dus die aftrek daar is 40%. Dus geen overgangsmaatregel voor die vervuilende wagen. Dus met andere woorden, de elektrische wagens aan 100%, zal altijd 100% zijn, ongeacht eigenlijk de datum wanneer dat u die aangekocht heeft. Hè. Dus dat blijft dan van toepassing. Ja? Goed, Nathalie, ik wil hier even op inpikken, hè, want we hebben vorige week gehoord dat er inderdaad een versnelde vergroening van het bedrijfswagenpark of het wagenpark dat eraan komt vanaf 2026. Dat is natuurlijk op basis van ontwerpteksten, dus misschien nog wat voorbarig, maar ik kan u daar misschien wel al een aantal grote lijnen meegeven. Het is dus de bedoeling dat voor wagens gekocht vanaf bedrijfswagens gekocht vanaf 1 januari 2026, dat dus wanneer dat de CO2-uitstoot nul is, hè, volledig emissievrij, hè, dan blijft dat zou een aftrek 100% zijn. Maar als het over een wagen gaat waar dat er de CO2-uitstoot dus dan meer dan nul bedraagt, hè, dan zou het niet meer aftrekbaar zijn. En men zou ook voorzien in een afbouwregeling voor wagens gekocht vanaf 1 januari 2023. Om een bepaalde ongelijkheid dan misschien toch weg te werken, hè, gaat men daar ook, is men ook van plan om de percentages met betrekking tot lichte vracht en motokosten, om ook die aan te passen. En ook daar te gaan kijken naar CO2-uitstoot. Als er geen CO2-uitstoot is, als die volledig emissievrij zijn, hè, dan blijft dat 100%. Maar als die niet emissievrij zijn, zou dat dalen naar 50%. De bedoeling is ook om de hybride voertuigen op een bepaalde manier ook te gaan sanctioneren. Goed, misschien is sanctie een zwaar woord, maar de bedoeling zou daar zijn om hybride voertuigen gekocht vanaf 1 januari 2023, om daar te gaan ingrijpen op het aftrekpercentage van de brandstofkosten. Om die daar ook te gaan halveren. En wat zou men daar willen aan koppelen? Natuurlijk ook de infrastructuur, hè, die dan ook moet voorzien zijn op het aantal elektrische voertuigen die er dan zouden moeten rondrijden, hè, want dat is natuurlijk nog allemaal met de nodige vraagtekens. En dan zou men ook eigenlijk toch wel serieus inzetten op het installeren van laadpalen, hè, zowel door particulieren, en dan heeft men daar het woord thuislaadpaal voor uitgevonden, en dan zou dan een belastingsvermindering worden genoten.
En dan voor bedrijven die dan publiek toegankelijke laadpalen installeren, zou men daar voorzien in verhoogde kostenaftrek. En ook ergens voorzien in een verhoogde aftrek of misschien een investeringsaftrek, wanneer bedrijven, ondernemingen gaan investeren in bijvoorbeeld de aankoop van een vrachtwagen die dan bijvoorbeeld ook volledig emissievrij is. Goed, dit is natuurlijk allemaal onder voorbehoud. Hè. Dit is wat vandaag op tafel ligt. En daar zal waarschijnlijk nog wel een hartig woordje over gebabbeld worden. Maar 2026 is nu ook niet meer zo ver af. Dank u, Pieter, voor die toelichting. Dus de boodschap in ieder geval blijft, het is duidelijk. We gaan alle elektrisch, hè? Dus dat is toch wel duidelijk de boodschap die we kunnen begrijpen tussen de lijnen in, denk ik. Hè? Goed. Ja.